Ben je klaar? Zit je goed? Ben je wakker en doet alles het nog goed? Als je wilt, als je durft, kan je mee op een ontdekkingstocht met Huisje, Boompje, Beestje. Dit wordt ons feestje. Kom op, ga je mee? Als je wilt weten waar de regenboog begint, als je wilt zien hoe onweer werkt, als je wilt horen hoe een baby pinguïn zingt, die nieuwsgierig is, mag mee met de club van HBB. Uit het ei. Oh, zo kan ik toch nooit een mooi paasei schilderen? Raaf, hier, probeer deze kwast eens. Oh. Hup, je moet van die mooie ronde stippen maken, niet van het gekladder. Ja. Ja? Ja, en die eitjes zijn natuurlijk veel te klein. Waarom heeft die kip geen grotere eieren gelegd? Raaf, dit zijn geen kippeneieren, maar kwartel-eieren. Kwartel-eieren? Ja. Van een kwartel, dat is een vogel. Niet alleen kippen leggen eieren, maar alle vogels. Ja, dat weet ik toch ook? Ik kom zelf uit een ei, Picasso. Picasso hier heeft mooi al zijn eitjes klaar. Huppa. Oh, wat mooi. Ja, dat vind ik zelf ook wel. Ja. Ik wil een heel groot ei. Zo groot als dat tekenblok. Hm? Ja, maar dat bestaat niet, Raaf. Jawel, en jij gaat hem voor me zoeken. Hm? Ja, dan kan ik het ei net zo mooi beschilderen als jij hebt gedaan. Oké, okay. Ik ga voor jou op zoek naar het allergrootste ei die er bestaat. Wat vind je daarvan? Ja! Hihi! Bing! Oh. Nou, waar wacht je nog op? Oh, oké, okay. Ik ben al weg. Joeg! Super! Paasversiering, eieren. Ik ben natuurlijk op zoek naar het grootste ei van Nederland. Met Pasen kan je heel veel eieren tegenkomen. Want Pasen is het feest van het nieuwe leven. Het is de tijd waarin heel veel dieren geboren worden. En heel veel dieren komen uit een ei. Hallo. Hallo. Zo, het ziet er goed uit. Jij bent druk bezig, zie ik. Ja. Ja, het ziet er heel goed uit. Bedankt. Je kan heel veel dingen doen met eieren. Je kan ook eieren onderzoeken. Het enige wat je nodig hebt is een ei. Tadaa. Dit is het ei van een vrouwtjeskip, een hen. Zij legt elke dag één ei. Nou, het ei heeft een harde schil. Als je heel goed kijkt, dan zie je allemaal kleine gaatjes. Die gaatjes zorgen ervoor dat het kuiken in het ei voldoende lucht krijgt om te kunnen groeien. Maar dit ei is onbevrucht. Hier zit geen klein kuikentje in. Pas als de haan en de hen met elkaar paren, wordt het ei bevrucht. En dan komt er een heel klein kuikentje uit het ei. Om een ei te onderzoeken heb je een glas met azijn nodig. Daar stop je het ei in, zo, en verdwijnt de harde schaal vanzelf. Maar daar moet je wel 3 dagen op wachten. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dit is het eigeel. Daaromheen zit het eiwit. Dit is het voedsel voor het kuikentje in het ei.
Dit ei is onbevrucht. Maar wat gebeurt er in het ei als het ei wel bevrucht is? Zo ziet dat er van binnen uit. Die rode lijntjes zijn voor het bloed. Hier kun je zijn ogen al heel goed zien. Wat zijn ze groot, hè? En hij heeft zelfs al veren. Hier zie je zijn snavel. Nu is het kuik er bijna klaar voor om geboren te worden. En daar is hij. Zo. Hey, Sophie, ik heb een vraagje, hè? Ik heb hier twee eieren in mijn handen. Welk ei draait volgens jou het snelst? Deze. Die? Oké, dan gaan we die even markeren. En zo. Een kruisje. Oké. Let op. Daar gaat hij. Je hebt gelijk. Die draait het snelst. En weet je waarom? Nee? Nou, dit ei is gekookt. En dit ei is niet gekookt. Nou, omdat dit ei gekookt is, is de binnenkant hard geworden. En dan draait hij sneller dan een niet gekookt ei. Gekookt ei en een niet gekookt ei. Ik ben op zoek naar het grootste ei van Nederland. Dit zijn niet de grootste eieren van Nederland. Nou, ik moet heel snel weer terug naar af. Jongens, doei! Van die kleine eitjes is dat je ze goed kan verstoppen. Middag. Hey, Pet. Ik heb nog geen groot ei kunnen vinden. Sorry. Wat heb jij nou op je hoofd? Niks. Ben je al in de dierentuin geweest? Dierentuin? Ja, daar hebben ze heel veel dieren. Dus ook heel veel eieren. Maar natuurlijk, de dierentuin. Ja. Ik ben weg. Oké. Doei. Hey, het grootste ei van Nederland. Nee? Oké. Ik ben hier in Diergaarde Blijdorp. En ik ben op zoek naar het grootste ei van Nederland. Nou, zoals je kan zien, sta ik hier voor een bak vol met eieren. Nou, deze kennen we al natuurlijk. Het kippenei. En dan even kijken. Kijk, deze is heel bijzonder. Dit is een vissenei. En dan heb je hier het slangenei. En hier heb je het krokodillenei. Wow, de Nijlkrokodil. Wat is die groot, zeg? Kijk die tanden dan. Ja, die zijn super scherp, hè? Ja, dit is echt bijzonder, jongens. Dit is het nest van een Nijlkrokodil. Ja, dit is echt heel fascinerend. De moederkrokodil die graaft haar eieren in de grond. En wanneer ze na een paar maanden dit geluid hoort, dat betekent dat de eieren open zijn gegaan en de jonkies zijn eruit gekomen. Dan graaft de moeder het nest open en neemt haar jonkies mee het water in. Hier heb je een krokodilletje dat na 2 tot 3 maanden uit het ei komt. Welkom hier. Krokodillen zorgen net als vogels voor hun jongen. Kikkers en padden doen dat niet. Padden leggen hun eieren in het water. Na het leggen van de eieren gaan de ouders weg
jonge paddenvisje zorgt voor zichzelf. Vissen leggen hun eieren in het water. Nou, dat is logisch. Net als deze kathei. Dit is het ei van een hondshei. Als je heel goed kijkt, beweegt de jonge hei in het ei. Zie je dat? Hij beweegt. Ik heb het allerkleinste paasei van Nederland gevonden. En ik heb het allergrootste paasei van Nederland beschilderd. Zo, dat heb je heel goed gedaan, Raaf. Ja, die van jou is ook prachtig. Zeg, Verhit. Ja? Er liggen natuurlijk nog wel veel meer eitjes verstopt. Oh ja. Ja. Bij onze programma's is begeleidend materiaal te bestellen. Een educatief spel, poppen, mappen, handleidingen en werkbladen. Ga naar schooltv.nl/webwinkel. Ben je klaar? Zit je goed? Ben je wakker en doet alles het nog goed? Als je wilt, als je durft, kun je mee op een ontdekkingstocht met Huisje, Boompje, Beestje. Dit wordt ons feestje. Kom op, ga je mee. Als je wilt weten waar de regenboog begint, als je wilt zien hoe onweer werkt, als je wilt horen hoe een baby pinguïn zingt, die nieuwsgierig is, mag mee. Met de club van HBB. Veilig oversteken. Hoi. Ben je klaar? Zit je goed? Ben je wakker en doet alles het nog goed? Als je wilt, als je durft, kun je mee op een ontdekkingstocht met Huisje, Boompje, Beestje. Dit wordt ons feestje. Kom op, ga je mee als je wilt weten. De club van HBB. Afscheid. Zijn ze er toch allemaal aan het doen? Volgens mij zijn ze kantoorgebouwen aan het neerzetten. Ja, maar waarom? Een paar jaar geleden zaten we nog midden in het bos. Ja, dat is vooruitgang. Vooruitgang? Ik vind het hier behoorlijk ongezellige boel worden. Je moet niet zo zeuren. Sorry? Ja, we mogen blij zijn dat we een clubhuis hebben. We maken het toch gewoon binnen gezellig. Oké. Okay. Misschien een paar plantjes voor de ramen. Het is niet hetzelfde als een bos om je heen, maar toch? Planten? Ah, nee, die moet je weer water geven. Dat is zo'n gedoe. Oké. Gordijntjes voor de ramen? Dat scheelt ook heel erg. Gordijntjes? Met bloemetjes zeker? Ja. Er is niks zo truttig als dat. Truttig? Ja. Weet jij het soms weer beter? Hey jongens. Ah, ja, Verhit, zeg jij er eens wat van? Ja. Sorry? Nou, we moeten het hier binnen wat gezelliger maken met al die rotzooi om ons heen buiten. Ja, vind ik ook. Helemaal eens. Dus ik stelde voor om plantjes neer te zetten of om gordijntjes op te hangen. Maar Raaf, die vindt dat truttig. Ja, maar het is ook truttig. Dan kom jij dan nergens mee. Vert, wat van jij? Hè? Huh? Ja. Ik vind alles prima. Doe maar lekker. Laf. Hè? Wat bedoel je? Heb je nou alweer appelsap gekocht? Ik had druivensap gevraagd. Ja, en waar zijn de koekjes? Ben nou weer de koekjes vergeten? Ja, kom op zeg. Dat doe je toch lekker zelf, de volgende keer? Hup, kom hier met die appelsap.
Ik vind dat er trouwens echt heel veel foto's van jou alleen hangen. Jongens, doet er nog iemand open? Helemaal niet. Als je daar maar vanaf blijft, is het perfect zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dit? Dat leest u wel. Goedendag. Vind je het zelf niet een beetje overdreven? Nee, nee. 3 foto's van Verhet en mij en 13 van jou alleen. Ja, dus? Wat? Nee. Wat is er? Moet je horen. Wat is er nou weer? Beste leden van de HBB Club. Hierbij informeren we jullie dat we op de plaats van jullie clubhuis een nieuw hoofdkantoor gaan bouwen. Hé? Oh, nee. Deze beslissing is samen met de gemeente genomen en alle papieren zijn al ondertekend. Dus dit kan niet meer veranderd worden. We begrijpen natuurlijk dat dit voor jullie onhandig is. Maar daar hebben we in principe niets mee te maken. Jullie hebben 1 week om het clubhuis leeg te ruimen. Succes met het vinden van een nieuwe plek. Hoogachtend. De bank. Wat? Hoe durven ze? Dat kan toch niet zomaar? Nou ja, Raaf, daar kunnen we eigenlijk niet echt iets over zeggen. Het is hun clubhuis. Wij lenen het alleen maar van ze. Belachelijk! We zitten hier al jaren! Raaf, rustig nou. Ja, rustig! Niks rustig! Ja, maar dit heeft geen zin. Het was toch al niet meer zo gezellig rondom het clubhuis, toch? Ja, misschien is dit wel het beste. Wat? Ben je nou helemaal gek geworden? Vet! Wat? Ja, wat nou het beste? Zeg jij er nou eens wat van? Sorry jongens. Ik weet even niet wat ik moet zeggen. Oh, nee, natuurlijk niet. Slappeling. Nou, Raaf. Ja, wat? Slappeling, Raaf. Ik... Ja, wees nou eens een kerel, man. Laat maar even. Sorry jongens. Ik moet even weg. Tuurlijk. Ja hoor. Zie je nou wat je doet? Denk je soms dat het voor hem leuk is? Tuurlijk, ja hoor. Nou is het mijn schuld. Jongen. Je zoekt het maar even uit, Raaf. Oh, ja hoor. Loop maar weg. Lopen jullie allemaal maar weg voor de problemen. Hè? Jongen. Hier, zeg jij dus wat van Pommel? Nou, ik vind dat je hartstikke gelijk hebt, hoor, Raaf. Ja, oh, zie je wel? Fijn dat iemand me begrijpt. Ja, wie denken die bankiers van hier dat ze zijn? Oh, precies. We moeten ze tegenhouden. Ja, op de barricade, Raaf. Oh, Pommel, je bent een vrouw naar maart. We zullen ze krijgen. Wij wel! Wat nou, slappeling? Ik moet iets doen. Ik weet wel wat. Lekker sfeertje zo, zeg. Volgens mij kunnen we beter vooruitkijken en zorgen dat we een nieuw plekje vinden. Er is hier in de buurt toch ergens een wijk met allemaal nieuwe huizen, hè? Hier moet ik zijn. Verhuisbedrijf. Hoi. Hoi Carlijn. Hoe gaat het? Nou, eigenlijk niet zo goed. Hoezo? Nou, we moeten uit ons clubhuis. Wat stom. Ja, we moeten plaats maken voor iets nieuws. Ja. Hey, hallo. Mag ik wat vragen? Ja, natuurlijk. Ik hoop dat u mij kunt helpen. Het zit namelijk zo. We moeten ons clubhuis uit. Oh, jullie moeten verhuizen? Ja, hoe werkt het precies? Nou, u krijgt gewoon van ons dozen. Eventueel een lift als het omhoog moet. Nee. We zitten gewoon op de begaande grond. Nou, u krijgt gewoon van ons dozen. Pakt alles in. Wij komen met de vrachtwagen en wij laden alles in voor u. Brengen het naar de nieuwe plek. Oké. En verhuizen jullie ook hele grote dingen? Ja, koelkasten, piano's, dat soort dingen bedoelt u? Wat ik eigenlijk wilde vragen is of het mogelijk is om het hele clubhuis te verhuizen. Het hele clubhuis? Dan hoeven we er geen afscheid van te nemen. Nee, dat doen wij niet. Kan dat dan helemaal niet, grote dingen verhuizen? Nee, dat kan wel, maar dat duurt... daar gaat wel wat tijd in zitten. Dat gaat wel even duren. Oké, dan houdt het een beetje op. Oké, sorry. Fijne dag nog, hè? Ja, hoi. Doei, strakjes. Is er hier niet nog een huis vrij?
Nee, ze zijn hier allemaal bezet. Ze zijn wel allemaal nieuw, toch? Ja, dat klopt. Dus dan zijn jullie eigenlijk best kort geleden verhuisd? Ja. En hoe was dat? In het begin was het wel een beetje moeilijk. Ja, waarom? Nou, omdat je toen moest je afscheid nemen van je huis en van je oude vriendjes. Ja, en daar was je natuurlijk gehecht aan geraakt. Ja. En hoe is het nu? Nu is het heel leuk. Ja, waarom? Omdat we nu nieuwe vriendjes hebben gemaakt. Ja. En hoe was het om nieuwe vriendjes te maken? Nou, eigenlijk was het wel makkelijk. Ja, zie je? Er komt altijd weer iets nieuws voor in hun plaats. Ja. Ik ga even verder zoeken. Strakkies. Strakkies. En veel succes. Dank je. Hey. Hey. Gaat-ie? Moi. Ik heb geprobeerd of we het clubhuis konden meenemen naar een nieuwe plek. Oh. Ja, maar dat gaan we nooit redden binnen een week. Ja, dat dacht ik wel. Maar waar moeten we dan naartoe, Klein? Ik ben ontzettend gehecht aan het clubhuis en aan de HBB Club. Ja, ik toch ook? Hey. Maar de HBB-club is niet zomaar een plek op de kaart. Hè? Nee, joh. Dat is een plekje in je hart. Weet je, het is zo moeilijk, hè? Zo ontzettend moeilijk dat je afscheid moet nemen van iets waar je zoveel van houdt. Ja, natuurlijk. We vinden samen wel weer iets nieuws. Ja, ik bedoel, het clubhuis was een paar jaar geleden toch ook nieuw? Dat klopt. En daar zijn we ook aan gewend geraakt. Ja, precies. Nou, denk daar nou maar aan. En misschien wordt ons nieuwe plekje wel nog leuker dan het clubhuis. Ja, dat zou zomaar kunnen. Nou, zullen we gaan kijken of Raaf al een beetje normaal kan doen? Ja, goeie. Nou, ik geloof het niet. Raaf? Raaf? Ja, hoe moeten jullie hier? Raaf, hou op. Laat ons naar binnen. Ik prakiseer er niet over. Ja, ze zeggen dat jullie het clubhuis zeker aan die bankiers kunnen geven. Ja, Raaf, doe even normaal. Oh, dan moet ik normaal doen. En waarom kan het jou eigenlijk zo weinig schelen, hè? Hier, de verhet vindt het tenminste nog erg. Denk je dat ik het niet erg vind? Denk je dat echt? Nee. Ik probeer er alleen maar het beste van te maken, hoor. Ik ga het clubhuis toch ook heel erg missen. Zo alsjeblieft geen ruzie maken. Straks ga ik elkaar ook nog eens kwijt. Nee, dat mag niet. Nee, wacht. Ja, maar dat wil ik niet. Sorry, Carlijn. Nou, geef me nou maar een knuffel. En laten we elkaar beloven dat we voor altijd vriendjes blijven. Ja, altijd. Altijd vriendjes. En één plek in de verhuisdoos, waar die precies in past. Nog één plek in de verhuisbus, waar de laatste doos in kan. En als de bus vertrekt, lopen we hand in hand in hand over het bospad, het bos uit. Met achter ons het mooiste clubhuis van het land. Ben je klaar? Zit je goed? We lopen iets anders tegemoet. Je geld of je leven, Arlene! Kijk nog één keer om je heen. We zijn hier vaak geweest. Ik weet het nog. Ik herinner me nog veel van
wat je me verteld hebt, dat neem ik mee. En nu lopen we hand in hand in hand over het bospad, het bos uit, met achter ons het mooiste clubhuis van het land. Ben je klaar, zit je goed, we lopen iets anders tegemoet. Maar hier bij huisje, boompje, beestje heb ik mijn beste vrienden ontmoet. En hier bij huisje, boompje, beestje heb ik mijn beste vrienden ontmoet. Ah, gelukt! Was dat het? Ja, dit zijn de laatste twee. Nou, dan kan die dicht. De fietsen zijn er ook mee? Ja. Oké. Wauw. Daar gaan we dan. Ja. Weten we eigenlijk al waar we naartoe gaan? Geen idee. Spannend. Het was mooi, hè? Ja. Het is mooi geweest. Op naar nieuwe avonturen. Ja. Nu lopen we hand in hand in hand over het bospad, het bos uit, met achter ons het mooiste clubhuis van het land. Ben je klaar, zit je goed, we lopen iets anders tegemoet. Ben je klaar, zit je goed, ben je wakker en doet alles het nog goed. Als je wilt, als je durft, kun je mee op een ontdekkingstocht met huisje, boompje, beestje. Dit wordt ons feestje. Kom op, ga je mee. Als je wilt weten waar de regenboog begint. Als je wilt zien hoe onweer werkt. Als je wilt. Vincent van God. Vier jaar geleden, bij Neegmaat, dat was een huis, kwam ik deze tekenen. Dus op zolder. Op zolder. Zo. Wat is de waarde hiervan? Een tekening zoals deze is 10.000 euro. Zo, 10.000 euro. Geweldig. Oh, vet, hoor je dat? Die man, die heeft een schilderij gevonden op zolder. En die blijkt 10.000 euro waard te zijn. En dat ligt op zolder. Wow, weet je dat je daar een auto voor kan kopen? Oh ja? Nou, leuk voor iemand. Ga je doen? Nou, we hebben toch ook een zolder? Wie weet wat daar allemaal ligt. Tuurlijk, Raaf. Ja, droom maar lekker verder. Ben je klaar? Zit je goed? Ben je wakker en doet alles het nog goed? Als je wilt, als je durft, kun je mee op een ontdekkingstocht met huisje, boompje, beestje. Dit wordt ons feestje. Kom op, ga je mee als je wilt weten waar de regenboog begint. De club van HBB. Superdieren. Oh, wat word je weer mooi. Ja, wat is het toch fijn, hè, als dingen echt mooi glimmen. Hé, Carlijn. Hè? Ja, is ook. Wat is er? Ben je iets kwijt? Ja. Ik kan de sleutel van Tante Wies nergens vinden. Oh, die wordt natuurlijk hartstikke boos. Maar
Wat moet je met die sleutels dan? Nou, ze is op vakantie en ik heb beloofd om voor de kat te zorgen. Je moet natuurlijk eten hebben. Oh, en nu kun je niet naar binnen. Ja, precies. Wil je heel even helpen zoeken? Sleuteltjes. Overal liggen. Waar vind ik die nou? No problemo. Als er hier iemand glimmende dingen kan vinden, dan ben ik het wel. Raaf met de superogen. Ja, hier. Ja? Hey. Heb je hem? Ja? Oh, nee. Ja, hou maar op, Raaf. Dit heeft geen zin. We hebben echt hulp nodig. Hulp? Ik heb een briljant idee. Zo, hij kan de sleutels vast wel vinden. Honden hebben echt ontzettend goede neus, Raaf. Ze kunnen veel beter ruiken dan wij. Ja, ja, ja. Nou, laat maar eens zien. Ja, hij heeft dat. Oh, het is een bal. Nou, lekkere speurhond. Jongen, ik dacht dat ze zo goed konden ruiken. Dat kan hij ook, maar ja, hij wist natuurlijk niet wat hij moest zoeken. Sleutels. Ja, nou hier, pak de bal. Oh, Raaf. Help nou even. Miri zit op eten te wachten. Ja, oké. Sorry hoor. Miri. Typische naam. Wat nu? Ja. Kun je tante niet even bellen? Misschien heeft ze reservesleutels. Nee, dat durf ik niet. Oh, wat stom dit. Ja, we moeten iets bedenken, dat kunnen we toch wel? We moeten binnen zien te komen. Ja. Maar moet je die buurvrouw zien? Oh ja, ze zit echt de hele dag naar buiten te kijken. Toen ik klein was, deed ze dat ook al. Ze heeft zelfs een keer mijn bal lek geprikt. Echt waar? En ze denkt natuurlijk dat wij inbrekers zijn. Oh, arme Miri. Nou, kom op, klein. We moeten gewoon een goed plan hebben. Laat dat maar aan mij over. Oké, nou, jij staat op de uitkijk. Dan vlieg ik om het huis op zoek naar de beste mogelijkheid. Mm-hmm. Het bovenraam. Nou, dan graaf jij de tunnel. Ik bestuur de vluchtauto. Jij zorgt dat je weet hoe de kluis open gaat. En dan grijp ik... Maar wacht even, Raaf. Hoe kan je nou de vluchtauto besturen terwijl je om het huis vliegt? Nou, we... Oh, nee. Nee, maar wacht. Het is wel een goed plan, Raaf. We hebben alleen hulp nodig. Kijk, hier... zit iedereen die wij nodig hebben. De dierentuin? Nou, hoe komen we door het bovenraam? Precies, de giraf. En voor de tunnel gebruiken we... Gravers! Ja, de stokstaartjes! Ja, nee, die gebruiken we als uitkijk. Want die staan altijd zo leuk op de staart. En dan, de adelaar voor de luchtsurveillance. Mm-hmm. En een dier dat heel hard kan rennen. Ja! Dit gaat lukken, Raaf. Als het hier niet lukt, dan weet ik het ook niet meer. Zo, nu eerst iemand vinden die hier de boel in de gaten houdt. Ah, moet ik hebben. Kunt u mij misschien helpen? Ja, natuurlijk. Ah, fijn. Ik ben namelijk op zoek naar een aantal dieren. Eerst een dier dat heel erg goed kan zien. Want we zijn namelijk bezig met een plan om bij mijn... Ik ben bezig met een werkstuk over dieren die iets heel goed kunnen. Oh, wat leuk. Ja. Kom maar mee. Kijk, en hier heb je echte roofvogels. Zo, die ziet er gevaarlijk uit. Nou, inderdaad. Zo'n arend die heeft een hele scherpe snavel. Maar vooral ook supergoeie ogen. Want... als hij hoog vliegt, moet hij nog op de grond een muisje of een ander prooidje goed kunnen zien. Mooi. Dit is de uitkijk. Hoezo? Uitkijk? Oh, niks. Maar heeft u ook een dier dat bij een raam kan, op de eerste verdieping? Bij een raam? Nee, ik bedoel een boom. Een boom. Gewoon een dier dat hoog bij een boom kan? Ja, dat hebben we wel. Kom maar mee. Oh. Yeah.
Giraffen vinden die blaadjes boven de bomen hartstikke lekker. En alleen zij komen daarbij. Die andere dieren zijn veel te klein, dat lukt ze niet. Maar giraffen met de lange nek? Ja hoor. Precies wat wij nodig hebben. En wat nog meer? Nog een dier dat heel sterk is. En een dier dat heel goed kan klimmen. Ik ken er wel een die alle twee kan. Echt? Ja. Oh, kom maar mee. Oh ja. Apen. Die kunnen natuurlijk ontzettend goed klimmen. Ja. En dat komt doordat gorilla's voeten hebben die heel erg op onze handen lijken. Met een grote teen die eigenlijk net een tuim ook kan grijpen. Want zo kunnen ze met handen en voeten de bomen inklimmen. Dat is handig. Dat is zeker handig. Nou, en daar zit onze zilverrug, het mannetje. En dat die sterk is, dat zie je wel toch? Ja. 200 kilo zwaar, geen vet, alleen maar spieren. De sterkste aap die er is. Perfect. Wat heb je nou nog meer nodig? Een heel snel dier. Oh, die zijn leuk. Dit zijn de stokstaartjes. Wat lief. Ja, normaal leven ze een familietje met moeder, vader en wat kinderen. En hier hebben we alleen maar een mannetje en een vrouwtje. En we hopen dat we snel daar een hele gezin van krijgen. En als je zo'n groep hebt, dan staat er altijd één iemand op de wacht. Dus die kijkt precies om zich heen, houdt alles goed in de gaten. Dus ze hebben hele goede ogen. Ja, wel zeker zo goed als de arend die hun vijand is. Oké, dan kunnen we die gebruiken voor op de grond. Goed dat Raaf dat wist. Raaf? Huh? Nee, niks. Een heel snel dier. Heeft hij het ook? Die kant op, stukje verderop. Oh ja, natuurlijk. De cheetah. Dat zijn wel de jachtluipaarden, inderdaad. En dat zijn dus de snelste dieren op aarde, tenminste in het land. Ja, zij kunnen even hard als een auto, toch? Ja, je hebt gelijk. 110 kilometer per uur sowieso. En volgens sommige boeken zelfs 130 kilometer per uur. Ja. Die hebben wij nodig. Oké, nou, bedankt. Ik denk dat ik er verder zelf uit kom. Graag gedaan hoor. Veel succes met je werkstuk. Ja, bedankt. Strakkies. Strakkies. Zo, nou, jongens. Hou jullie goed te wacht. Zo. Ja hoor. Even kijken. Ja, met het meeste brein. Hey Raaf, heb je hem binnen? Oh, ja! Ja, het snelste dier op aarde. Goed om mee te vluchten. Oké, okay, goeie. Ik zet hem erbij. Ja, oké. Okay, ik kijk nog even verder. Strakkies. Boven door het luchtrooster en met behulp van een speciaal touw naar beneden door de schacht. Oh, leeuwen. Kilometer ver horen. Dat is mooi, dan kan die ons waarschuwen als er iets fout gaat. Ja. Heer, haaien. Haaien kunnen echt ontzettend goed ruiken. Net als honden, maar dan onder water. Ze ruiken hun prooi echt van kilometers ver. Maar ja, dat huis dat staat natuurlijk niet onder water. Dus dat hebben jullie niet echt nodig. Haai, hè? Een olifant. Waarom niet? Die is supersterk en die kan misschien wel wat zwaars voor ons tillen. Of een boom voor het raam van de buurvrouw zetten.
leukert? Het is een aardvarken. Die kan echt ontzettend goed graven. Die hadden we nog nodig. Moet je die klauwen zien? Die kan echt supergoed graven. Hij graaft allemaal tunnels en kamers onder de grond. Ja, die willen we ook. Laat me nog wat vieren, Carlijn. Roger dat. Wat? Oh, nou ja, volgens mij zeggen ze dat. Oké. Okay. Stop. Ik raak bijna de beveiliging. Hey, Raf. Volgens mij zijn we er. Ik sta nu bij het aardvarken. Die kan echt supergoed een tunnel graven. Dus, nou, ik verzamel de dieren en ik kom naar de basis. Oké, Roger dat. Wat? Nou, gewoon niks. Strakkies. Hey. Ja, daar ben je. Zeg, hoe heb je die dieren eigenlijk meegenomen? Ja, niet dus. Wat? Ja, ze mochten natuurlijk niet mee uit de dierentuin. Oh, dat is een stom plan. Niet dus. Dat is een goed plan, alleen... Alleen, het werkt niet. Nee. Oh, wat moeten we nou doen? Volgens mij hoort Miri miauwen van de honger. Moet je de buurvrouw zien kijken. En als we nou de dierenambulance bellen? Ja, alsof die voor zoiets komen. Nee, er zit niets anders op. Ik moet tante bellen. Kom, we gaan naar het clubhuis. Of de politie. Of de brandweer. Die zijn er goed in. Of anders de Partij van de Dieren. Ah, toch eens op met die stomme ideeën van je. Nou zeg, ik ben alles in sleutels niet verloren. Nou ja, sorry. Maar die plannetjes van jou, die zijn niet echt uitvoerbaar. Nee, dat is ook weer waar. Hey. Maar elk ongeluk heeft wel een zilveren zonnetje na de regenschijn. Ja, dat is ook weer waar. Wat? Ja, kijk daar. Er ligt volgens mij een euro. Nou, pak maar. Dat is van jou. Jij hebt hem gevonden. Da-da-da-da! Nee! Ja! Oh, Raad! Dankjewel! Oh, ben jij toch een superdier? Je hebben niet naar die dierentuin gehoeven. Nee! Nou, kom op. Mini voeren. Ja, ja, ja. Dag buurvrouw! Bij onze programma's is begeleidend materiaal te bestellen. Een educatief spel, poppen, mappen, handleidingen en werkbladen. Ga naar schooltv.nl/webwinkel. Ben je klaar? Zit je goed? Ben je wakker en doet alles het nog goed? Als je wilt, als je durft, kun je mee op een ontdekkingstocht. Boompje, beestje, dit wordt ons feestje. Kom op, ga je mee. Als je wilt weten waar de regenboog begint, als je wilt zien hoe onweer werkt, als je wilt horen hoe een babypingvin zingt, die nieuwsgierig is, mag mee. Met de club van HBB. Textiel. Nou, ik heb wel wat melk verdiend. Raf, daar wil jij... Wacht maar, ik doe wel even open. Wie was dat? Sorry. Wat is dit? Ja, die mochten we even lenen van de buurman. Maar waarom? Nou, ik wil nou wel eens een nieuwe trui. En voor een trui heb je wol nodig. Hé, maar dan koop je toch een trui? Nee, ik wil hem zelf gaan maken. En voor de trui heb je wol nodig. En voor wol heb je een schaap nodig. Ja hoor. Snap je? En hoe krijg je die wol van het schaap af? Ja, scheren. En heb je een schapenscheermachine? Nee, gewoon een schaar. Oh ja, een schaar. Hallo. Nou, schaapje. Hoi, ja. Ben je klaar? Zit je goed? Ben je wakker en doet alles het nog goed? Als je wilt, als je durft, kun je mee op een ontdekkingstocht met huisje, boompje, beestje. Dit wordt ons feestje. Kom op, ga je mee als je wilt weten.
suiker. Oh, heerlijk. Je moet wel opletten, Raaf. Ja, ze zijn lekker zeg, die snoepjes. Vooral die zachte. Ja, die schaal hoeft niet meteen leeg, Raaf. Het is hartstikke slecht voor je tanden. Ja. Jij bent. Ja, trouwens, wat eten we vanavond? Nou, ik heb gerookte kip gekocht. Met frietjes en rode bieten. We hebben genoeg in huis. Schaak! Yes! Oh! Oh! Wat is er? Oh, ik ga bellen. Ik ben een ambulance. Of nee, de politie. Nee. Wacht even. Ja, de dierenambulance. Nee. De loodgieter. Anders. Nee, de buurman. Nee. Ja, de dokter. De tandarts. Nee, tuurlijk. De tandarts. Ja, oké. Ja, hallo. Ja, nee, ja. Heel erg. Kiespijn. Ja, wat? Nu meteen. Ja, ik ga het helemaal zeggen. Ja, dank u wel hoor. En strak kies. Strak kies. Maar ik vind het niet eerlijk hoor, Raaf. Hoorde je mijn grap? Strak kies. Jij zit zonder problemen achter elkaar snoep te eten. Ik neem één snoepje en ik heb meteen last van mijn kies. Ja, maar ik heb geen tanden, hè? Maar je komt gelijk langskomen. Oh, oké. Dan dank je wel, Raaf. Strak kies. Strak kies. Ja, ik zie het al. Oh, hè? Er zit een gaatje. Een heel klein gaatje. Nee, dat kan niet. Ik poets altijd netjes mijn tanden. Ja, er zit dan toch nog wat tussen. Beetje plak. Zit er suiker tussen? Nee, er zit geen suiker tussen. Er zitten bacteriën tussen. Dat zijn hele kleine beestjes die dol zijn op suiker. En die zorgen ervoor dat er een heel klein gaatje in je glazuur ontstaat. Ja. Nou ja. Nu kan Vet even niet snoepen. En het is zonde om hier te laten staan. Dus glazuur beschermt je tanden? Dat klopt. Glazuur is een heel stevig laagje om je kiezen heen. Die zorgt ervoor dat je geen gaatjes krijgt. Bovendien is suiker niet alleen slecht voor je tanden. Zuur is ook heel slecht, zoals in cola of in fruitdranken. Cola? Cola is toch hartstikke zoet? Cola is hartstikke zuur. Zo zuur als een citroen. En daarom doen ze daar heel veel suiker bij, om ervoor te zorgen dat het zoet smaakt. Dus eigenlijk is het dubbel zo slecht. Wel jammer dat suiker zo slecht is voor je tanden. Het is zo lekker. Ja, maar suiker is niet alleen slecht voor je tanden. Als je te veel suiker eet, dan is het ook slecht voor je lichaam. Je wordt er dik van. Hè? Word je van suiker dik? Je wordt toch dik van vet? Je wordt niet alleen dik van vet, maar je wordt ook dik van suiker. Je lichaam maakt van suiker vet. Wat gaat u nu doen? Ik ga je gaatje repareren. Kan je even open doen? Wacht. Kan je het niet verdoven? Een beetje. Kok. Lekker. Hey Raaf. Hey. Nou, het is nog wel een beetje gevoelig, maar de ergste pijn is weg. Oh, gelukkig. Ja. Wil je ook een beetje simmesappensap? Nee, doe maar water. Water? Ja. Dat is gezonder, Raaf. Gezonder? Ja, maar simmesappensap zit vol met vitamintjes. Dat is hartstikke gezond. Ja, maar er zit wel heel veel suiker in, Raaf. Suiker? Ja. Wie zegt dat? De tandarts. Die zei ook dat suiker niet alleen slecht is voor je tanden, maar je wordt er ook nog eens dik van. Wel nee. Man, dik, dat word je van vet, van boter en zo. En van spek. En daarom neem ik lekker een plakje koek zonder boter. Bij het koek? Ja, kijk maar. Er zit helemaal geen vet in. Of bijna geen vet. Van nature vetarm. Ja. Maar er zit wel heel veel suiker in, Raaf. Daar word je dus wel dik van. Ja, maar... ja, en hoe kan dat dan? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, en waarom is suiker dan zo lekker als het eigenlijk heel slecht voor je is? Ja, dat is een hele goeie. Ja? De tandarts wist nog iemand die daar een antwoord op weet. Ik ga er meteen naartoe. Ja. Strak kies. Ja, strak kies. Lekker. Ja, en nu vertelde ze dat jij alles weet over eten. Ja, dat klopt. Maar ik ben nu wel wat boodschappen aan het doen in de buurt, super. Oh, maar dan kom ik toch even daarheen? Ja, dat is goed. Dan zie ik je zo. Oké, tot zo. Oh, hier. Ah.
Merel, hoi. Oh, sorry, dat is Hakim. Oké, hoe weet ik nou wie Merel is? Merel! Ja? Ja? Waar? Hier. Oh, wacht. Oh, hey. Hi. Hey, Merel? Ja, klopt. Ja. Nee. Hoppa. Lekker hoor. Alles wat ik lekker vind, is slecht voor je. Hoe moet je dan eten? Oh, wacht even. Chippies. Ja, die zijn zout. En ook lekker. Raaf wilde graag weten, ik ook eigenlijk, waarom we suiker zo lekker vinden, terwijl het hartstikke slecht voor je is. Nou, hartstikke slecht. We hebben ook suikers nodig. Oh, ja? Suiker levert energie, zodat we kunnen denken, kunnen rennen, spelen. En suiker zit gewoon in producten zoals fruit. En dat is heel gezond. Vroeger, toen men nog jaagde, had men ook energie nodig om te kunnen jagen. En die energie haal je uit suikers. Dus dan namen ze bijvoorbeeld vruchten en fruit om zo hun suikers binnen te krijgen en hun energie. Maar de tandarts zei dat je dik wordt van suiker. Ja, van te veel suiker kun je dik worden. Want tegenwoordig zit niet alleen suiker in fruit, maar ook in heel veel producten toegevoegd. Oh. Nou, dat valt toch wel mee? Valt wel mee? Wil je een wedstrijdje doen? Een wedstrijdje? Ja. We kunnen bijvoorbeeld in 30 seconden zoveel mogelijk producten verzamelen waarvan we denken dat er suiker in zit. En wie de meeste producten heeft, die wint. Oké. Zijn die 30 seconden al voorbij? Ja, dat klopt. Ah nee, hoe kan dat nou? Jij hebt veel meer dingen dan ik. Ik heb zelfs nog een mandje. Kijk. Ik ben de hele winkel door geweest. Je hoeft helemaal zover de winkel nog niet door. Ik ben maar een klein stukje geweest. Ha, ja. Helaas, je hebt sowieso verloren, Merel. Jij hebt allemaal producten waar geen suiker in zit. Hier, potje mayo. Come on. Ja, maar draai hem eens om. Kijk eens, hier staat op dat er suiker in zit. In het potje mayonaise zijn wel 4,5 suikerklontjes toegevoegd. Oh. Ja, maar die bananen dan? Hè? Hoe kunnen ze daar nou suiker in hebben gedaan? Dat zijn de producten waar natuurlijke suikers in zitten. Oh, dan kun je lezen wat er allemaal in chips zit. Vet, ja, dat dan weer wel. Zout, ja, ook natuurlijk. Suiker. Suiker? Zit hier ook al suiker in? Het lijkt wel of overal suiker in zit. Ja. In chips? Ja. Chips is heel zoutig. Dat klopt, maar er zit ook suiker in. In deze zak zitten wel bijna 2 suikerklontjes. Wow. Cola. Kijk, daar zit dus wel heel veel suiker in. Dat klopt. Hoeveel denk je ongeveer dat erin zit? 10? 10 suikerklontjes? Ja. Dus zitten er wel 50 in. 50? Ja. Wow. Kijk, tomatensoep. Er zitten 4 klontjes in 1 kom. Hier. Dit vind ik hartstikke lekker. Hoeveel suikerklontjes zitten hierin? Nou, per koekje zit er 1 suikerklontje in. Oké. Dan zitten er 15. Ja. Het zijn dus in totaal 15 suikerklontjes. Dat klopt, ja. Hoppakee! Hier, krikkers. Ja hoor, ook suiker. Hoppakee! Brood, even kijken. Gist, zout, suiker. Suiker? Nou ja, zelfs in brood zit suiker. Moet niet gekker worden. En hoppaka. Even kijken. Drop. Dat is Arabische gom. Suiker? Zout erop. Maar als overal suiker in zit, dan mag je niks meer eten. Ja, je mag wel suiker binnenkrijgen. Maar het is belangrijk om te weten dat je suiker als energie gebruikt. En als je meer suiker inneemt dan dat je gebruikt om je lichaam warm te houden of te rennen of spelen, dan slaat je lichaam al die extra energie op als vet. En dan word je dus te dik. En maakt het dan nog uit of je natuurlijke suikers eet, zoals bij fruit,
of extra suikers die ze in cookies hebben gestopt. Ja, dat maakt zeker uit. Want in fruit zitten extra gezonde dingen, zoals bijvoorbeeld in een appel zit vitamine C. En in die koekjes, daar zitten meer ongezonde dingen in. Dus dat maakt zeker uit. Dus je mag suiker eten, omdat je lichaam het nodig heeft. Maar niet te veel, want anders laat je lichaam het op en dan word je dik. Ja. Maar kunnen we daar dan niet een evenwicht in vinden? Door suiker te eten, je lichaam heeft het sowieso nodig als energie. Ja. En te sporten. Als je in beweging blijft, verbrand je heel veel suikers. Ja. Kip. Bietje. Hoppakee. Vreten. Maar als je het niet erg vindt, dan wil ik mijn boodschappen even afmaken, want de winkel gaat zo dicht. Oh, natuurlijk. Ik heb vanochtend al boodschappen gedaan. Oh, ik weet nog niet echt wat ik ga eten vanavond. Wat eten jullie? Frietjes met rode bieten en gerookte kip. Hm. Zit daar veel suiker in? Nou, in de rode bietjes zit van nature wat suiker. En aan de frietjes en gerookte kip zit ook wat toegevoegd. Oké. Oh, ik hoop stilletjes dat Raaf het eten heeft klaargemaakt. Ik heb zo'n trek. Hey, bedankt voor alle informatie. Oké, okay, graag gedaan. Dag. Hoppakee. Nou, gelukkig komt de vuilnisman vandaag. Ben ik gelijk van die troep af. Hoi. Hoi. Hey Raap. Hoi. En, heb je het eten al klaar? Ik heb namelijk trek. Huh? Ja, hallo. Ik ben de hele middag bezig geweest met opruimen. Oh, lief. Hé, hey, weet jij nu waarom we suiker zo lekker vinden? Ja. Nou? Dat is wel een ingewikkeld verhaal. Oké. Okay. Het heeft te maken met vroeger. Toen hadden de mensen nog veel energie nodig. Maar mijn energie is op. Oh. Zullen we dan samen eten gaan koken? Ja, lekker. Wat gaan we ook weer eten? Raaf, dat heb ik je vanochtend al verteld. Ja. Bietjes, frietjes en gerookte kip. Hè? Wat is dit? Ja. Waar zijn alle boodschappen gebleven die ik had gedaan? Nou, Heb je die zeker ook opgeruimd? Ja. Ja? Ja. Ik heb alles waar suiker in zat weggegooid. Ja. Vanaf nu eten we alleen nog maar eten zonder suiker. Heb je al het eten weggegooid? Ja. Kijk, overal zat suiker in. En er ligt nog een krop pandevi en sla en zo. Oeh, wat gaan we nu dan eten, Raaf? Alle winkels zijn al dicht. Oh, ja. Daar heb ik niet aan gedacht. Sorry. Oh, ik krijg opeens weer heel veel energie. Kom hier. Oh, stop. Telefoon. Met Raaf van de ABB Club. Hoi Raaf. Hey, hoi Carlijn. Het is Carlijn. Hey, wist jij dat... Ik ben nog niet met je klaar, hè? Ja? Nou zeg, je mag wel een beetje vriendelijker doen. Ah, sorry ook, Carlijn. Ik heb vanochtend dus boodschappen gedaan. En nu heeft Raaf alles weggegooid. Ja, en ik heb hartstikke honger. Nou, dan komen jullie toch bij mij eten. Er zit suiker in. Ik heb lekker Chinees gekookt. Chinees? Ja, lekker. Ik heb zat. Ja, is goed. We komen eraan. Strakkies. Ja, strakkies. Chinees. Nou, kom op. Klopt. En morgen doe jij de boodschap, Raaf? Ja, 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 ja. Wil je weten hoe suiker wordt gemaakt? Kijk dan op de site hbbclub.nl. Strakkies. Kies. Ben je klaar? Zit je goed? Ben je wakker en doet alles het nog goed? Als je wilt, als je durft, kun je mee op een ontdekkingstocht met Huisje, Boompje, Beestje. Dit wordt ons feestje. Kom op, ga je mee als je wilt weten waar de regenboog begint. Als je wilt zien. The club.
superdieren. Oh, wat word jij weer mooi. Ja, wat is het toch fijn hè, als dingen echt mooi glimmen. Hé, Carlijn. Hè? Ja, is ook. Wat is er? Ben je iets kwijt? Ja, ik kan de sleutel van Tante Wies nergens vinden. Oh, die wordt natuurlijk hartstikke boos. Maar wat moet je met die sleutels dan? Nou, ze is op vakantie en ik heb beloofd om voor de kat te zorgen. Je moet natuurlijk eten hebben. Oh, nu kun je niet...